Welkom terug bij meer Pokémon Alpha Sapphire. Part 19 dat ik weet. Ik had laatst nog even upgeload. Sorry trouwens nog voordat ik een heel tijd niet heb geüpload. Het is vanwege dat ik het veel te druk had. Ik had er geen tijd meer voor. En dat soort dingen. Ik heb net 2 video's geüpload. En ja. Maar ik ga nu bezig met deze twins vechten. De Psychic Type Gym. Dus ik zal geen fighting types gebruiken, denk ik. Als ik goed had dat die er tegen konden. Nou, ik weet niet zeker. Maar laten we even verder. Zo. Met hun 2 steenpokémons. Het wordt toch al wat. Dus maar niet denk ik die dat even. Ik heb het spel echt een tijd niet gespeeld. Dus het is een beetje wennen voor mij. Ik had me op de eerste spel dat ik had gespeeld voordat ik dit spel speelde was op Emerald. Voor de Game Boy, maar ik had het op mijn tablet gedaan. En daar had ik ook deze gym. Ik had een Absol en een Sableye. En die konden gewoon helemaal niks doen. Die zaten zo van, ja, je kan maar 1 aanval doen. En voor de rest was het alleen maar Psychic types aanvallen. Maar ik was wel, ja, wel sterk. Oh shit, ik ben mijn Pokémon vooruit mee te nemen. Nu zien jullie een Absol die aan het level is. Ja, ik ben ondertussen een beetje te breeden. En zo. En ja, dat gaat ook goed. Dit kan nog lang duren. Is het buiten? Nou, maar bla bla. Ik ben zelf al even ondertussen bezig met een spel voor mij. Ik ben bezig met een andere Pokémon spel. Pokémon Sword Silver. Maar daar ga ik geen walkthrough op doen of wat dan ook. Want ik ben er even alleen maar bezig met Pokémon's, ja, te vangen. Oh man, it's super effective. Hebben ze serieus met 2 Pokémon's? Wauw. Dat is een eitje. Nou, dat was ook weer de part voor vandaag. Nee. Griepje. En Atalia gaat level up. Hoe wat? Moonbath. Dat is een goede aanval. Drakenpuls. Ja, drakenpuls. Zo gaat level 12, level 13, level. Oh ja, ik ga trouwens ook nog een soort van kleine giveaway doen voor, ja, part 12. Dan ga ik een giveaway doen voor mijn, ja, zoveel part. Want ik heb nu een paar Absols gebreed. En die hebben een speciale aanval. Die ik echt zelf wel heel leuk vind. Ik zal eventjes laten zien. Ik heb een paar hele goede en een paar, nou, niet zo goede van qua status. Sorry dat de camera een beetje beweegt. Maar ik laat het even zo zien.
Oeh, ik kan Pokémon's van level 80 gebruiken. Calm mind. Bion. En dat is het. En nu zijn we klaar met het gevecht. Oké, wat gebeurde er hier? Ik doe mijn ogen dicht. Wow, what? Ik hoop dat goed. Sorry voor mijn mobiel. Leuk, we mogen zo aan het water. Maar ik heb helaas geen onderwater Pokémon. Maar ik heb wel Pokémon die ik graag wil hebben in mijn team. Het is een Lantern. Heel misschien kan mijn HM freak hem leren, maar ik denk het niet. Zo. Heel misschien kan die Pokémon leren. Heel misschien. Hey, Lattie kan het leren. Ik weet niet wat ik heb. Ik had laatst dat ik een Zekrom gevangen en toen noem ik hem Zekkie. En Latios. Nee, Latios noem ik ook Lati. Is het even een goede aanval? Ja. Mistball. Dragon Beat. Ja, Dragon Beat. Het is zonde, maar ja. Het moet nou maar niet helemaal anders. Weet je wat ik graag wil? Is dat bijvoorbeeld de Pokémon's achter je aanlopen. Dat zou me wel echt wel tof lijken. Want zoals in Pokémon Yellow. Als het goed is, HeartGold, Zot, Zilver. Ja, HeartGold en Zot, Zilver was het. En als het goed is, was het ook in Pokémon Gold en Silver. En Crystal, ik weet het niet zeker, want ik heb die spellen nog nooit gezien. Maar dat lijkt me wel leuk, omdat het gewoon leuk is dat er een Pokémon achter je aangerend wordt. Even nadenken. Ik weet denk ik misschien wel wat ik moet doen. Maar ik houd hierbij. Volgende aflevering gaan we dit weer verder doen. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Mazzel!